Gijs. Ja, het is donker, hè? Het is donker. Ik zie helemaal niks. En toch heb je schep bij je. Ja. Ja, ofschoon wij eigenlijk altijd best wel... Vrij netjes zijn. Vrij netjes zijn en dingen doen die eigenlijk altijd een soort voorbeeld geven voor de rest van de hobbyisten. Zijn we vandaag eigenlijk een beetje van ons padje af. Maar... Letterlijk en figuurlijk. We hadden eigenlijk een beetje spanning nodig. Ja. En die gaan we nu even opzoeken. Nou, jullie komen er straks wel achter wat het is. Kruip door, sluip door. Door het hek. Door de bramen. Natte poot. Maar we zijn er. Dit is een voormalige vuilstort. En nou zou dat op zich niet zo interessant zijn. Al weten wij niet hoe oud deze vuilstort is. En overal waar ik op internet zoek, wordt er over gezwegen. Dus ja, wat we gaan aantreffen, dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Je ruikt hier wel het een en ander. Het is echt een heel dicht bos. En ja, het is pikken donker. Maar goed, wij gaan nog even een stukje graven. En dan hopen we zo wat tegen te komen. Lekker bezig, Gijs. We hebben nog niet veel, hè? Eén pijpje. Ja, je hoort er wel wat. Je ziet daar ook wel wat. Nou, we gaan nog even door. Ik ben ondertussen helemaal kapot. Kapot van het zweet. Het is echt niet normaal en het is pikken donker. Het gat is diep. Het gat is diep. Het is echt niet normaal. Ik laat het jullie zo wel even zien. En we hebben nog niet heel veel gevonden. Ik neem heel even pauze hier. Ik ben echt... Dat is allemaal zweet. Het is echt niet normaal. Je moet er wat voor over hebben. En soms zit het gewoon tegen. Soms zit het gewoon echt tegen. Wat jij, Gijs? Ja, het is, dat kun je wel zeggen, ja. Er vliegt ook een uil rond. Ja, er vliegt ook een uil rond en die maakt ons de hele tijd een beetje zenuwachtig. Ja. Maar goed, we gaan weer verder. Nou, ik sta nu tot mijn heupen in het gat. Tot de Jan Pielemoos. Tot mijn Jan Pielemoos sta ik in het gat. En het enige wat we tot nu toe gevonden hebben is deze. En elkaar. Ja, en elkaar. Oké. Okay. Het is nu zo donker dat ik niet eens meer zie wat ik film. Het is zo op de vrijdagavond toch nog spannend, hè? Ja, dat met Valentijn. Heel romantisch. Ja, dat wel. Trouwens, ik heb nog wat anders met Valentijn. Ik moet even kijken waar die is. Zijn dat een voorteken geweest? Ik weet het niet. Ik ga hem even opzoeken. Ja, hier is die. Moet jij hem even bijschijnen. Kijk eens. Die hebben we wel gevonden met Valentijn. Ik moet even focussen. Ja, kijk eens. Hartjes. Hartjes, allemaal hartjes. Die hebben we wel gevonden. Ja, en elkaar. En elkaar. En elkander. Ik ben van de ondergrond, hè. Hij is nu ongeveer zo diep als het Gijs is. Is het ongeveer, ja. Kijk, daar ligt een hoop. Daar ligt een hoop en daarachter ligt een hoop. Dat is mijn kooi. Ja, jouw kuil, ja. Maar dan mag je hem dichtgraven ook straks. Oké. <Okay. laughs> Het is... we zijn ondertussen anderhalve meter. Ja, ik denk zo wat wel meer, hoor. Iets meer dan anderhalve meter en dit is de eerste fles. Dit is de eerste fles. Wel heel. Wel heel, maar ik ben bang dat we er vandaag niet heel veel meer flessen uit gaan halen. Ik ga nog even door, want ik geef niet zomaar op. Maar misschien moeten we het wel een keertje voortzetten. Ja.
Wijn? Denk ik. Ja. Ja, ik kan het niet vertellen, want ik drink het niet. Ik drink helemaal niet. Nou, dat maakt niet uit, want hij is toch leeg. Ja, misschien is dat het wel. Misschien moet ik een keer gaan drinken. Misschien wordt het dan al wat. Huh? Nou, we stoppen ermee. Toch? Ja. Ik sta in het gat. Tot ongeveer aan de borstkast. Kan je niet zien. Nou ja, we stoppen ermee. We gaan naar huis. We gaan het misschien een keertje overdoen. Of hervatten. Want wat we nu gevonden hebben is echt de moeite niet. En ik ben echt kapot. Dat is die oe. Het is me... Het is een kuil, jongen. Dat is echt... Hier. Ja, je kunt het niet zo erg zien, maar ik moet even een beetje opletten. Want anders gaat duik ik zo voorover. Yep. Schep is gewoon helemaal weg. Wat je nou aan het doen? Ja, de aardappels aan het water geven. We gaan naar huis. Ja. Kijk, we laten hem natuurlijk wel weer netjes achter. Dus we gooien hem gewoon dicht. Zoals dat we altijd doen, met zoeken. Ook al komt hier niemand. En waarschijnlijk de eerstkomende 40 jaar komt hier ook niemand. Vinden we het dan even zo goed nog netjes om het dicht te gooien en netjes achter te laten. Nou, weet je wat het is? Als je ook een egel hebt die in zo'n kuil komt, die komt er gewoon niet meer uit, hè? Dus... Nee. En ja, als je zoekt met een metaaldetector maak je ook je kuil dicht. Ja, als je een iets grotere kuil maakt, moet je een iets grotere kuil dicht maken. Het is donker. Nou, terug in de auto. En we gaan nu echt naar huis. Wat ik eigenlijk even wilde zeggen is, deze bult zijn we zo'n beetje 10.000 keer langs gereden en continu dachten we van wat zal erin zitten. Weten we nou eigenlijk nog niet helemaal, maar we weten in ieder geval dat het een stuk moeilijker is dan dat we gedacht hadden, maar we hebben in ieder geval de stap gezet om te gaan kijken wat erin zit. Dat was eigenlijk meer het idee van vanavond. Vond je dit nou een leuke video? Even zo goed, dan toch nog. In het donker. Naar een stel gravende imbecielen kijken. Op Valentijnsavond. Dan moet je even een duimpje omhoog doen. Vond je het nou niet zo leuk? Vergeef het ons voor deze ene keer. En doe dan alsnog je duim omhoog. Doe dan alsnog je duim omhoog. Ja. Vergeet ook niet te abonneren. Want de volgende video zal vast wel weer in daglicht zijn. Met andere prioriteiten. En bij de 8000 abonnees geef ik namelijk 8 cadeaubonnen weg. Ter waarde van €50. Aan 8 verschillende mensen. Oh? Dus. Dat zeg je zomaar even. Dat zeg ik zomaar even. Doe me duur. Hey, wie goed doet, wie goed ontmoet. Ja.